Vandaag ga ik samen met Rembrandt van het welzijnshuis Roeselare op bezoek bij Anita in haar nieuwe woonst. Hé, Rembrandt? Dat is zeker. Komt u binnen? Hey, hallo. Hey. Hey. Merci. Hier is mijn keuken. Ja. Dat is mijn lieve. Mooi, als een voilà. Groot zijn. Zeg, Anita, en hoe ziet dan eigenlijk bij het welzijnshuis terecht te komen? Ik ben in therapie geweest en ik heb dan Melissa leren kennen. En ik heb gevraagd aan Melissa van kijk, als mogelijk van mij te helpen. Raak ik moeilijk aan een huis. Ja. Dus ik zoek op iemand die bereid is voor mij te helpen. Ja. Om daar een weg in te vinden. Ja. En toen is ze zei, ik ken een collega. Ik wil die collega sturen om hij er met akkoord te zijn. Dankjewel. Moet er iemand melk zoeken? Nee, merci. Merci. Voor mij is het goed. Dus. Een keer zie ik iemand bij mij aan de deuren. Het was een blind date. Eerlijk gezegd, ik had niet verwacht. Hij is bij mij binnengekomen en hij zei van kijk, ik wil jou de weg zoeken naar een huis. Santé. 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 Ja. Hoe is het traject met Anita verlopen eigenlijk? Bij Anita kwam het er eigenlijk op neer dat zij nog een tweetal maanden had om iets te vinden. Dat zij anders met haar gezin op straat zou staan. Dus eigenlijk ben ik gewoon... een avond langs geweest en een beetje proberen te filteren van waar loopt het hier nu eigenlijk verkeerd. Ja. Er was eigenlijk zodanig veel aan de hand in haar leven op dat moment, plus die druk van dakloos te worden, dat zij het overzicht een beetje kwijt was. Ja. Dus had iemand nodig om dat een beetje te helpen structureren. We hebben er iedere keer ons plan trekken en daardoor heb ik veel geleerd ook. Ja. En hij maakt dan afspraken en hij gaat dan mee die huizen gaan bekijken. Ja, dat doen jullie allemaal samen? Dat doen we samen, allez, met de nadruk op samen. Het grootste stuk van het werk heeft Anita gedaan. Als wij een telefoonnummer moeten opgeven bijvoorbeeld, geven wij haar nummer op. Zij blijft verantwoordelijk, maar ik help het een beetje opvolgen. Doordat we samen zo'n ding doen, bouw je ook een band op en leer je elkaar anders kennen. We hebben het ook vast te pakken en zei van kijk, laat het los. En dat hebben we vrij veel deur te doen, echt hoor. Hoe voel je je nu eigenlijk? Oké, dat was een. Ik voel me veel beter en ik heb niet gepijs dat ik ooit zo ver ging staan. Ja. Maar nu zit ik in Roeselare en ik rust. Ja. En hier heb je mensen die ik tegen u komen klappen.